Kale knikker van een ijs helemaal raak. Een heel snelle 1-0 en dus een droomstart voor Westerlo. Snel is zeker ook McDonald. Als hij er vandoor is, halen weinigen hem nog terug. Bal perfect in de verre hoek getrapt en 2-0 nog binnen de eerste 10 minuten. En nog is de Westelse aanvalsdrift niet gestild. Virton wordt gewoon weggeblazen. McDonald vindt Leconte en die vindt de netten. 3-0. Daarmee is de partij nog voor het kwartier gespeeld en is de tweede periodetitel dan al binnen. Op de 4-0 moeten we iets langer wachten, maar ook die komt er nog voor de rust. Het schot van Molenberg raakt er niet doorheen, maar dan is daar weer de kwikke McDonald. Westerlo ligt op koers voor een monsterscore. De tweede helft is dan eigenlijk overbodig. De ingevallen Kool scoort nog de 5-0 en verder speelt Westel de partij rustig uit. Voor de eerste keer dit seizoen scoort Westerlo meer dan 3 keer. Ze pakken in de eerste partij van het nieuwe jaar zo in stijl een ticket voor de eindronde en bovendien staan ze nu bovenaan 4 punten los. De wedstrijd van vandaag tegen Virtoo kende eigenlijk wel een droomstart. 4 doelpunten in een half uur, dat is ideaal. Hè? Ja, dat klopt. Als je zo elke match kunt beginnen, dan denk ik dat je met een heel goed gevoel aan de match begint. Maar ik denk dat het wist op voorhand dat het een heel moeilijke match ging worden tegen een stugge ploeg. Want ze hadden een heel goede uitreputatie en dan beginnen we heel goed. En dan zie je tot de golen vanzelf komen. Dat is een heel mooie start, zeker omdat we na 13 minuten denk ik al 3-0 op voorsprong staan. Maar we hadden in het verleden ook getoond van, dat we wedstrijden scherp kunnen aanpakken en vroeg kunnen scoren. En bij die andere wedstrijden creëerden we wel kansen, maar vandaag gingen ze er ook nog in. Ja, oké, dan zitten we vroeg op rozen en dan maakt het toch wel iets gemakkelijker. Hè. Ja, vandaag viel ook wel op. Virtoo creëerde zelf eigenlijk heel weinig kansen. Oké, maar dat is ook onze verdienste. We hebben voor de wedstrijd gezegd, we moeten die ploeg zeker niet het gevoel geven dat ze hier iets kunnen rapen. En dat hebben we dan gedaan vanaf het begin en dan zie je dat we die golen maken. Ja, oké, dan zakt hun de moed ook in de schoen als je na 12 minuten 3-0 op verplaatsing. Oké, dus dat is de verdienste van ons dat we dat hebben kunnen doen. Ik moet zeggen dat we voor de wedstrijd er niet echt 100% gerust in waren. We hebben Virton veel gescout, uitvoerig gescout. En we hadden enorm veel respect voor de ploeg. Ook voor mijn collega, want die hebben het heel erg goed gedaan op het laatst van het 2013. Heel goed gespeeld. En ik heb eigenlijk ook wel veel respect voor de club Virton, omdat hij toch altijd elk jaar hele goede spelers tot ontwikkeling brengt. En elk jaar toch wat spelers aflevert aan eerste klasse. Dus we waren eigenlijk wel niet zo gerust in. We hebben de wedstrijd heel erg goed geprepareerd. Fysiek bleken we na de testen dat zelfs sommige jongens erop vooruit waren gegaan. Dus dat was niet zo'n probleem. Ja, en als je dan zo'n start neemt, dan na 12 minuten denk ik al, of na 13 minuten 3-0 voor. Ja, beter kun je het natuurlijk niet wensen. Het zat denk ik niet allemaal mee, omdat we gewoon heel erg goed acteerden. Maar één fase denk ik in de eerste helft, dat er alleen voor Koen komt en in de tweede helft een schot op de paal. En voor de rest was het alleen maar Westerlo dat vandaag de klok sloeg. Dus ik ben heel erg content, heel erg blij. We hebben bewust eigenlijk niet gesproken over,
over het winnen van een periode. We hebben eigenlijk gewoon gesproken om de eerste plaats na deze wedstrijddag ook veilig te stellen. Dus we moesten gewoon winnen met het oog op dat. En als je dan ziet dat Eupen dan ook nog verliest, dat is voor ons natuurlijk heel goed nieuws. Alleen blijven we er wel heel rustig onder. We hebben woensdag weer een belangrijke wedstrijd. Nou, dan willen we toch wel tonen wat we waard zijn. En dan de zondag daarna op Sint-Truiden is natuurlijk een hele moeilijke match voor ons. Maar we mogen niet klagen. Het enige minpuntje vandaag was natuurlijk de blessure van Anijs. Dat is wel jammer, omdat je toch in de eerste helft zag dat hij toch voor ons heel erg belangrijk is. Een tijdje gemist en nu toch terugkomen, dan meteen een score en toch dominant gespeeld. En dat is natuurlijk wel jammer, dus we moeten afwachten wat het is. Maar het zal... waarschijnlijk wel een paar weken duren. Ik denk dat hij een hamstringblessure heeft. Ja, dat is de beste start die je kunt indenken. Hè. De eerste wedstrijd na de winter, altijd moeilijk voor het ritme te geraken. We hebben een perfecte wedstrijd gespeeld. Het eindrondeticket is momenteel binnen, dat is toch ook wel een opsteker, denk ik. Hè? Ja, zeker. Dat is een kleine prijs die je al hebt. Mocht de hoofdprijs niet lukken. Maar kan je altijd erop terugvallen. Maar ik denk dat we nu moeten doorgaan. We hebben een kloof van 4 punten. Want Eupen verliest. Dus dat is echt gegeven een boost. Een zalig gevoel. We weten dat we iedere keer voor de punten spelen om bovenaan te kunnen blijven staan. En als je daarvoor meespeelt en je eindigt bovenaan, is de eindronde meestal wel een zekerheid. Maar oké, nu hebben we dat ticket. Dus dat is mooi meegenomen, die prijs. Maar nu gaan we verder. Dus week na week. Dus vooral misschien ook goed voor de moraal binnen de ploeg dan? Ja, oké, zeker. Maar ook omdat we een hele sterke tweede periode gespeeld hebben. We hebben heel weinig laten liggen. En dan hebben we ook meteen tegen de topploeg gezegd van ja, kijk, hier gaan wij vol voor. Oké, en als we dat dan vandaag kunnen bekronen eigenlijk, dan is dat mooi meegenomen. En dat is toch wel een zekerheid die ik al heb. Ja. Ik denk dat de sfeer in de groep heerst dat we vol voor die titel gaan. En dan moesten we gewoon eigenlijk vandaag de wedstrijd winnen. Maar ja, natuurlijk, het is een pluspunt dat je die periodentitel wel pakt en dan geeft toch wel een beetje zekerheid. Ja, vol voor de titel gaan, maar nu woensdag een bekerwedstrijd. Hoe belangrijk is die nog voor jullie? Ja, toch wel belangrijk. Ik denk dat we eerst en vooral onszelf nog eens willen tonen op het hoogste niveau. En moesten we daar snel kunnen scoren, dan weet je maar nooit. En waarom ook niet? Ja, ik denk dat we daar gewoon weer alles uit de kast moeten halen en wie weet wat er dan gebeurt. Ik denk dat Lokeren is een heel goede ploeg en ze willen altijd voetballen. Dus die zal ook wel naar de goal op zoek gaan. En dan moeten wij proberen op de counter eentje proberen tegen te prikken. Ja, we gaan gewoon vol ervoor gaan en we zullen wel zien waar het schip strandt. Verliezen wij, dan verliezen wij daar. Kunnen wij daar winnen, dan winnen wij daar. We gaan gewoon kijken wat dat geeft, maar we gaan niet ons inhouden. Nee, zeker niet.